Zo, nog eens tijd van een proefje. Eens kijken wat er gebeurt als ik dit bij dit doe. Een bubbelpot. Dan ga ik het gewoon helemaal erin gooien. Oh my god! Oeh, overstroming. Ik heb een bubbelpot. Brrr, dat is koud. Ja, koud. Nee, niet van mijn mond. Voor een bubbelbad is het koud. Dit is de faseovergang voor vluchtigen. Gaat er droog ijs in gedaan. En die gaat in één keer over van vast naar gas. Als je een heel bad vol doet en je ventileert niet goed, dan leg je nog het loodje. Ze smelt niet. Het wordt gewoon in één keer een gas. Vervluchtigd. Sublimeerd. Droog ijs is vaste koolstofdioxide van ongeveer min 80 graden Celsius. En als je een dag laat liggen, is het gewoon weg. Niet gesmolten, maar het is gewoon gas geworden. Ik denk niet dat die komt er eigenlijk. Kapot springt op het gas. Het geluid wat je hoort is dus de vorming van dit gas. Oeh, wat zijn dingen onder? Een stuk. Hier, deze kant. Hier, zo mooi. Hi. Cool. Het zit lekker door. Alleen daarom wilde ik gewoon een oude hand. Nee, dat werkt niet. Oei. Een beetje warm water erbij. Een beetje warm water erbij. Mm-hmm.